Bonaire wordt hard geraakt door klimaatverandering. Een vijfde deel van het eiland dreigt door zeespiegelstijging te worden opgeslokt door de zee. Als er niets gebeurt, is het eerste dat gaat verdwijnen de beroemde slavenhuisjes in het zuiden van het eiland. Na Bonaire me imagina un objeto más tangible de esclavitud que casa. En die huisjes dreigen volgens de onderzoekers mogelijk al binnen 30 jaar te verdwijnen. En dat komt hard aan bij Boy. Parte de nos herencia histórico cultural lo va a perder para siempre. Para mí está grave, para sobra, está aquí está el corazón de nuestra historia de esclavitud. Behalve cultureel erfgoed zullen ook populaire duikplekken en koraal gaan verdwijnen. Een direct effect op toerisme, het fundament van de economie van Bonaire. Een bijzondere trekpleister voor toeristen en lokale bevolking is voor klimaatactiviste Merani Bomba deze plek ten oosten van Kralendijk. Ahora aquí no está en la calle, donde es parte tan bonita de Bonaire, que está en peligro para ir a de agua, por el cambio de clima, y quizás un parte de mi isla que me unan lo no más me. La hope que os puede cambiar, entre otros, nos parte importante están los pescadores. Esa aquí está un área hope importante para caminar que no tienen trabajo y pescamiento está algo hope importante para nuestra isla. Botín también nos parte de nos mangroves, que está hope importante para isla y está protegernos contra olas de storm. Nederland heeft een klimaatwet aangenomen om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Maar de drie Nederlands-Caribische gemeenten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius, zijn daar buiten gelaten. Merani heeft zich aangesloten bij Greenpeace en begint nu een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Nosso é o primeiro município de Holanda que levou afetado de cambio de clima. Dus Holanda me aceita uma sua responsabilidade e vinco plano para protegernos.